Luc, tweede race Brando Production Open. De startopstelling, volgens mij sta je achter Lisette. Ja, maar dat is alleen tot de eerste bocht. Oké, okay, Lisette, een beetje zenuwachtig dat Luc achter je staat? Nee, helemaal niet. Als ik niet aan kan haken, voor hem blijf, dan ga ik aanhaken bij hem. Dus dan komt het ook weer goed. Luc, het kampioenschap, we zien meer auto's aan de start. Dus het blijkt dus nog wel te werken, deze formule. Ja, het is steeds meer mensen weten het te vinden. En dat is leuk. Het is juist veel leuker als je met meerdere auto's de strijd aan gaat. Dan dat je met maar een autootje of 9 of zo hebt. Want nu is het dus echt strijd. Ik moet werken, zie je. Super race, voor ons super race. Je hebt met Frank Wildschut even een rondje of vier een gevecht gehad. Ja, maar die man blokkeert erg. Dus was even, maar ik wilde geen schade maken, weet je. Dus een rondje langer over gedaan. Maar ja, de gat was net te groot naar voren, dat is wel jammer. Je bent voor je vrouw geëindigd. Gaat dat goed naar huis toe nou dadelijk? Nou, ik had dit race waarschijnlijk gewonnen, maar mijn vrouw die had niet zo'n hele snelle start. Dus, en daar zat ik recht achter. Dus dat kwam niet helemaal goed, zeg maar. Dus een beetje haar schuld dat je niet gewonnen hebt. Nou, dat wil je graag horen, maar ga ik natuurlijk niet zeggen. Ik zag op mijn Tutti Milano dat jullie om 12:15 begonnen met de race. Je startte voor Luc. Ja, dat klopt, ja. Helaas kon ik niet wegkomen in het veld. Ik werd eigenlijk een beetje geblokkeerd. En dat was jammer, want daardoor was mijn start niet zo helemaal super zoals we gewend zijn. Nee. Het was nat droog. Wat van meegekregen? Ja, ik zag een enorme puinhoop op de baan ontstaan. Voor me en naast me. Ik kreeg zelf ook nog een paar stootjes hier en daar. Maar ik kwam er eigenlijk wel goed doorheen. En zo kon ik ook wel een beetje zien waar een beetje de echte natte en gladde plekken zaten. En daar kon ik mijn rij op aanpassen. Toch twee bekers zag ik dit weekend. Zaterdag een beker en zaterdag nog een beker voor de OKA. Waarvoor is die OKA-beker? Ik ben genomineerd tot Rijder van het Jaar op Zandvoort hier. En daar ben ik uiteraard heel erg trots op. Ik sta nu in het rijtje van Alet Kalf, Cor Euser, Tim Coronel, Sheila Verschuur en Jeroen Blekenmolen. Dus nou, we sluiten dit Pinksterweekend af, 2013. Jullie hebben twee autootjes onder je hoede gehad dit weekend. Twee BMW's, 123 diesel. Vertel er eens wat over. Ja, het is een hele betrouwbare auto en met de juiste setup is het een podiumwaardige auto. En over het podium gesproken, wat zijn de resultaten en wat vinden jullie daarvan? Nou ja, de resultaten zijn goed. Eerste race 1 keer podium, derde plek voor Lisette. Voor Luc was het wat minder door een kapotte linker voorband. Ja, dat had hij in de tweede race goed gemaakt door als derde te eindigen. En Lisette natuurlijk ook goed op de vierde plek. En is het voor jullie als monteurs dan ook heel erg leuk om te zien dat jullie rijders dus op het podium komen? Ja, daar doen we het voor. Alleen voor het podium. Ja, heel tevreden. En dan wil ik jullie allebei, alle drie, heel erg bedanken voor jullie hulp dit weekend weer. En we gaan gewoon proberen richting kampioenschap te gaan. Dankjewel. Ja.